misschien doe ik een... We hebben een verrassing voor jou, Sen. Echt? Hey, man! Ah! Hey, hoe doen we dat zo? Hey! Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Ik ben wakker en super moe. Ik ben even mijn tas aan het openen. Ik moet namelijk vandaag naar school. En uit school ga ik video met Calvin. Dit is wat ik vandaag aan heb. Trui voor een Gino en broek voor een Gino. En ik ga nu mijn schoolspullen klaarmaken. En gisteren moest ik naar de Arto. Ja, ook van die elastiekjes. Die moet ik dus overdag en 's nachts in. Oh ja, en wat ik ook even wou zeggen. Ik vind het zelf dus heel leuk om weekvlogs te kijken van mensen. Is het gewoon naar school gaan, naar hockey gaan. Ik wil het zelf dus misschien ook gaan doen. Niet vast weekvlog of zo, maar gewoon een keertje doen. En als jullie dat niet al leuk vinden, kan ik het misschien iets vaker gaan doen. Maar ik weet niet of jullie dat leuk vinden. Dus laat even in de reacties weten of je wel of geen weekvlog wil. En dan is het echt niet dat ik alleen maar weekvlogs ga maken. En nul normale video's of andere vlogs of... Weet ik het wel, dan is het gewoon dat ik het een keertje ga doen. En zou jullie vinden het nog steeds super leuk, dan ga ik het gewoon wat vaker doen. Maar laat even weten, want dan kan ik dat misschien een keertje gaan doen. Met een beetje lekker. Jongens, ik heb toch wat anders aangetrokken. Omdat ik in mijn hoofdje was, heel slim. Het zwarte kersttrui dag, dus ik heb een kersttrui aangetrokken. Kijk, deze, vet mooi. Volgens mij hebben we deze een keer gewonnen met de postcode. Super mooi broek erbij. En dan moet je wel die streepjes zien. En misschien wel ook een. Kom. Het is nu 7:50 of zo en ik moet 7:55 weg. Het is gewoon nog steeds vet donker. Good morning. Good morning. Oké. Ik ben uit. En ik ben thuis. Nee, de sleutel is er afgevallen. Oh, hier is hij. Hoi! Ik ben dus thuis. Ik ga helemaal stuk. Meid stuurt dit een snap. Gewoon als dagen, zeg maar. Paprika sokken is toch te gek. Voel me in de wiel, maar ik vind het fantastisch. En ik had ze dus ook een paar dagen geleden aan naar school aan. En ik had dus precies hetzelfde. Maar ik vind het dus echt vet. Ik heb nu bijvoorbeeld ook zulke sokken aan. En of het niet twee rode strepen. Hij moet even meer naar onder, want anders zie je dat niet. Ik vind het echt grappig. En ik ga even een andere trui aan doen, want ik heb dus een kersttrui aan. Maar ik denk zelf, ik ga straks dus een video opnemen. Ik ben even thee aan het zetten. Ik heb een andere trui aan. Van de... Van Gino. Ook speculatie. De juf heeft mijn nagels gelakt. School. Het is dus super zon, want op school knapte mijn elastiekje van mijn beugel. En dat was echt vroeg in de ochtend. Dus toen had ik de hele tijd geen elastiekje in mijn mond. Ik was bijna vergeten, maar ik moet ze dus even in doen. En het is echt heel leuk, want morgen heb ik kerstdiner. Deze komt waarschijnlijk veel later online, maar niet. Morgen heb ik kerstdiner. En donderdag ben ik 11 uur uit. En vrijdag ben ik vrij. Ik doe een... Oké. Kijk. Ik vind het zo raar staan. Mag je net als je met de video opneemt wel even uitdoen? Ja? Nou, oké. Hey mam, waar gaan we naartoe? Wij gaan naar Calvin. Yes, yes. En jij moet zo een interview geven voor de Tina in de auto. Multitasken. Ja. Het is 3:10 en we moeten een half uur zijn. Dus ja, we moeten eigenlijk mee opzetten. Ja, zoals ik al zei, wanneer ik mijn video's opneem, dat is altijd gewoon een beetje... Wij hebben toch ook zulke stoelen? Ja, goed aandraaien. Want het is ook stuk door het gewiebel van Jordi. Ja, Jordi zit elke keer op twee poten. Wil je dat nooit meer doen? Ik zal elkaar erop verbakken. Super nuchter aan mezelf. Ja, dat is echt heel aan. Gezond, hè? Nee, ik voelde wel iets aankomen, maar ik wist niet dat dit het zou zijn. Ik had zoveel gesopen dat ik gewoon al die cadeaus, ook die gouden paprika, ben ik gewoon vergeten. Ik heb het nog steeds niet. Heb je het niet? Nee, ik weet niet waar die is. En je was er nog zo blij mee, zei je. Ja, ik was super blij mee, maar ja, toen was ik thuis en dacht ik, hé, wat... Dus dat is een beetje sneu. Gaan we sushi eten? Ja? Ja, je wil sushi eten. Nee, wat is dit? Oh, niet? Deze frikandel, ja, ik zeg toch frikandel speciaal. Oh ja. We hebben een verrassing voor jou, Sen. Echt? Mm-hmm. Oké, wat is de verrassing? We gaan windsurfen! Yay! Yes, let's go! Gaan we het nu zeggen? Nee, wel.
Jawel. Ja, wat Kelvin is dit? Mag het onthullen. Het is een emotioneel moment. Ja, ook een hekel aan verrassing. Ja, dus misschien gaan we wel. Ja, we gaan gewoon wel. Ja, we gaan gewoon wat leuks. Ja, dat is de verrassing niet. Vertel gewoon. Ja, vertel gewoon. Moeten we ergens heen? Moeten we wel ergens heen. Oké, Oké. Okay. Ah, gewoon naar een leuke plek. Nee, laten we het niet zeggen. Dan zie je het daar wel. Oké, okay, is goed. Toch? What the fuck? Ik kan het nu wel zeggen, maar het is leuker als, ja, als het daar is. Oké. Okay. Oké, we zijn onderweg. Naar, ik weet niet waar. Eten. Ja, het heeft iets met eten te maken, Sen. Het heeft iets met eten te maken. Ja, wat zal het zijn? Eten misschien moet je dat zelf klaarmaken. Ja, echt? Dat vind ik best leuk. Ja? Oké, okay, nou, dan gaan we regelen voor jou. Misschien moet je het ook nog wel zelf plukken. Ja. Misschien moet je ook nog wel zelf slachten. Ja, doei. Dat wil ik dus of echt zelf niet. Vangen. Is het hier gaan we eten? Ja. Oh, lekker. Jij mag wat uitkiezen, ja. Sen. Alles uitkiezen? Nee, alleen het onderste rijtje, dus het grootste. Kom hier eten. Ik ga lopen maar achter Kelvin. Kom maar. Oh. Kom, kijk, kijk goed mee. Escape Efteling, kijk goed. Ja. Kom op, kijk. Gaan we bij mijn stoel al eten? Ja. Follow the leader. Hey mom! Hi! Wie heeft dat gezegd dan? Nou ja, het ging een beetje. Thanks, weet je wat. Leader. Zo, dat vind ik wel lekker hoor, meid. Hallo, geen nietjes. Dat is een mooi. Oh, is dat weer op? Oh, die waren we bijna weer sneller. Goeie samenvatting, zeg. Oh, dat is echt fijn, dat maakt niet uit. Gefeliciteerd, ik krijg een videolamp, oké. Okay. Kom maar. Zal ik het even aan de. Ja, lees jij het maar wel even. Wij willen hier vandaag even extra in de zonnetje zetten. Wat heb jij al veel geleerd, creatieve ideeën, bedenken, editen, plannen, YouTube, Instagram, denk het allemaal. Niet zonder slag of stoot, maar altijd met een beetje tijd. Wees trots op jezelf, op bij de nieuwe uitdagingen. Liefs Kelvin, die er mee. En natuurlijk gaan we het ook voor Jordi. Jor. Wat doe jij dan, Jor? Wat doe jij dan? Licht dus jouw taken toe. Mentale steun. Kelvin's boek. Oh, ja, maar die hebben we. Even dan twee voor. Oh, een planner. Zoiets of niet? Hé, wat leuk! Ja, staan we bij de goede? Rustig. Hey, ik sta nu wel dikke. We hebben net gegeten, wat een lekkere sushi. En wauw, echt. Sushi? Ik zou het oprecht echt elke dag kunnen eten, denk ik. Nou, ik denk dat je het niet meer leuk vindt. Ja, maar ander verschil. Nee, oké. Okay. Nee, laat maar. Grapje. Was heel leuk, hè, jongens? Ja. Oh ja, we hebben ook nog een cadeautje gekregen. Meid heeft een soort van Marsha planner, zeg maar. Fuck, ik heb geen riem. Hij zit erachter. Oh, dan ga ik eventjes de. Ah, dat is Kelvin net ook niet zo'n riem. Zat Kelvin ook net zo'n. Zat hij achterin? Nee, nee, laat maar. Ik ga wel in het midden zitten. Nee, dat zit je zo dichtbij. Ik heb geen zin in. Ah, oh, fuck jou. Kijk, ze heeft deze gekregen. Een planner voor. Oh, daar gaat mijn tas. Papa. Vijf namens Google Gaga. Nina wordt die mama, baby kamer van de gamma. Ik word. Hey. Het is bijna vakantie hoor. Ik ben ook moe en mama is ook moe. Zullen we die gaan knuffelen? En die mafkees wil nu knuffelen, wat denk je zelf? Kom. Kamer uit. Ik ga dus echt even wel slapen nu. Oh jongens. Jongens, ik heb. Ah, goddamn. Ja, wat heb je? Ik ben gewoon draaien. Kijk. Hoe dat zo? Ik lig in mijn bedje. Super chill. Ik ga slapen. 10:10. En besef dat ik er morgen gewoon nog om 7:00 uit moet. Maar maakt niet uit. Ik ga lekker slapen. Het was heel leuk. Ja, de verrassing was dus dat we bij Zuma gingen eten. Dus ja, ik ga nu lekker slapen. Tot de volgende keer. En laters broskies.